is de Stende? Hier is de Stende! Waar is de Stende? Er weinig verschil was in sterkte van de beide ploegen. Ook veel wisselende momenten. Ik vond dat Oostende het beste startte. Daarna kwamen wij beter in de ploeg, of beter in de wedstrijd. Op laatste was weer Oostende enzovoort enzovoort. En ze wisselden redelijk vaart af. En voor ons natuurlijk een enorm teleurstellend resultaat. Ik vond de manier waarop we speelden ook niet echt. Veel dash in zitten. Pakte te weinig risico's in het spel. En dan worden we er ook voor betaald. Cash voor betaald. Ik vond dat we een beetje bangelijk speelden. Weinig initiatief. En als je dat dan vergelijkt met verleden week. Deden we het uitstekend. En vandaag was het een beetje teleurstellend. Maar oké, dat is voetbal. Dus een dikke proficiat aan Fred. Dank u wel, Fred. Uw antwoord of uw analyse? Ja, ik denk dat de analyse van de trainer goed is. Ik denk dat wij de eerste 10 minuten redelijk goed starten. Met 2-3 assists aan de fases. Oké. Ik weet dat we daar goed op zijn. En dan mondjesmaal begon Antwerpen de wedstrijd in handen te nemen. Waarom? Omdat we niet goed stonden. De backs dekten niet genoeg door. We bleven te veel man achter de bal, durfden niet doordekken. Hij werd iets te verkrampt in balbezit. Veel domme lange ballen, veel te traag inspelen. Dat was een beetje het probleem de laatste weken. En dan valt die goal. Enfin, ik kan niet zeggen dat die uit het niets valt, maar op dat moment zit de match op slot in principe langs de twee zijden. En onze goal valt in principe ook op een snelle counter. Valt die ook een beetje uit de lucht. Dus met de rust en dan een beetje aangepast, nog iets hoger proberen trachten te spelen. Maar we hadden iets meer rust. En dan. Moet ik zeggen, in de tweede helft heeft de Poitre, ik kan niet zeggen, een one-man show gespeeld vandaag, maar de tweede helft vond ik die toch enorm sterk. Ja, en dan kom je 2-1. Dat is niet de eerste keer dat we zo scoren met die mannetjes van Alst. En moet zeggen, in de tweede helft was ik wel best tevreden over de inzet en de mentaliteit en de gedrevenheid. Want voetballend moet nog steeds beter en kan blijven herhalen. Voetballend moeten we veel rustiger, veel rustiger. En ook kansen dringend gaan benutten, want op laatste kan het nog warm komen. Als je van Tornhout erin gooit bij Antwerpen, weet je nooit dat die bal een keer goed valt. En dat was een beetje het minpunt in de tweede helft. Maar voor de rest vond ik de overwinning verdiend. Tegen toch wel een Antwerp die op dit moment goed bezig was. En dat oogt mooi voor de toekomst, gezien de uitslagen nog een keer van vanavond. Denk ik dat we nu rustig kunnen toeleven naar die andere belangrijke wedstrijd. Naar Roeselare toe.